Breda Nu. Je weet het meteen. Uit heel Nederland zijn sousafoonspelers naar Breda gekomen. 9 van hen hebben gespeeld in de Grote Kerk. En daarna is men in grote getale naar het Spanjaardsgat getrokken om daar te spelen. Hoe klinkt dat nou, zoveel mensen bij elkaar? Nou, het is heel leuk, want Hans Bloemen die heeft zijn sporen verdiend in Breda. En ik meen bij de Johan Willem Friso-kapel. En dat is dus iemand die moet dus 150 man bij elkaar brengen, waarvan een derde kan lezen, een tweede bijna en ik ken een aantal mensen die sousafoon spelen in carnavalsorkesten, maar die weten niet eens waar al die knopjes hiervoor zijn. Dus het is ongelooflijk dat hij dat met zo'n energie bij elkaar krijgt, 150 man. Dat is heel knap inderdaad. En wat speelt u zelf voor rol in deze? Nou, het is zo dat er zijn een aantal Sousa dingen geschreven voor harmonieorkest en jazzband. En die heeft Harmonie Concordia uitstekend ingestudeerd. En ik heb dus voor een swing sextet gezorgd. En wij doen dat dus samen. En daarna heb ik bedacht, ik weet dat al die noten lezen, dat is een ongelofelijke inspanning. Dus als ze er nog zijn, dan doen we helemaal aan het eind de Tiger Egg zonder noten. Als, laat ik zeggen, als ontspanning. Joep Peters, ik neem automatisch aan dat u boven in de toren bent geweest, hè? Nee, daar heb ik een achterneefje voor, Paul Maassen. Dus dat heb ik uitbesteed. En het was een fantastische ervaring, want het was een soort special effect. Ik heb het dus van beneden gehoord. Als de wind onze kant uitstond, dan ging het synchroon. En als de wind de andere kant opwaaide, dan liepen de sousafoons een halve maat achter. Dan moet je eens proberen in te studeren. Hè? Fantastisch, wat een effect. Breda Nu. Je weet het meteen.